Ik mis vooral mijn vrienden en mijn familie. Dat mis ik. Dat ik even, als ik klaar was met training, de auto in kon stappen en dan binnen 3 kwartier bij ze was. Maar het is niet dat ik een specifiek iets uit Nederland mis. Dat niet. Zoals gewoonlijk heeft Frenkie de Jong een grote glimlach op zijn gezicht tijdens het interview. Hij heeft het duidelijk goed naar zijn zin in Spanje. Al is zijn leven wel behoorlijk op zijn kop gezet. Frenkie de Jong komt uit Arkel en is 22 jaar oud. Zijn voetbalcarrière begon bij ASV Arkel. Daar speelde hij op het middenveld. Hij was zo goed dat hij werd gescout door profclub Willem II. Daar speelde hij 10 jaar. In 2015 werd hij overgekocht door Ajax voor 300.000 euro. Vorig jaar kwam de wereldberoemde club FC Barcelona met een bod, 75 miljoen euro. Frenkie vertrok. Barcelona is beter en vooral individueel zijn er betere spelers. Maar ik denk dat wij vorig jaar met Ajax ook een heel hoog niveau gehaald hebben. En daarom is de overstap denk ik niet super, super groot. Is het een leuke ploeg? Hele leuke ploeg. Is het een gezellig team? Het is een heel gezellig team. Zijn er barbecues? Ja, er zijn ook barbecues. Is er een groepsapp? Ja, er is een groepsapp. Ook. Veel mensen zijn natuurlijk vooral benieuwd hoe het is om met sterspeler Lionel Messi in een team te zitten. Vooral hij geeft aan wat hij wil, zeg maar. Ik denk niet dat ik de persoon ben die aan hem moet gaan aangeven van ik wil dat je zo of zo speelt. Kom eens, dat is tu lengua española? Ja, ik spreek het wel een beetje. Zeg maar, met de jongens hier praat ik gewoon altijd Spaans. En interviews vragen ze, dus ze stellen me de vragen in het Spaans. Ik antwoord nog wel in het Engels, want het is toch wat comfortabeler nog. Maar nee, het is wel oké. Frenkie is de komende periode nog druk bij FC Barcelona, maar ondertussen denkt hij nu ook al na over komende zomer. Dan doet hij namelijk met Oranje mee aan het Europees kampioenschap. Kijk heel erg naar uit. We gaan wel naar het EK om te winnen. We zijn geen favoriet, zeker niet, dat wil ik ook niet zeggen. Maar kijk, je doet niet mee aan een toernooi om dan in de achtste finale uitgeschakeld. Maar het is echt iets wat wel in je hoofd zit. Ja, zeker. Ik heb heel veel zin in het Nederlands elftal. Ja, dat is nog even wachten, want het EK begint pas in juni. Voorlopig zie je Frenkie dus in dit shirt bij Barça. Iets waar veel kinderen, net als Frenkie zelf vroeger, van dromen. Ik denk dat van tienduizenden jongetjes die leeftijd hebben en voetballen, dat misschien 1 of 2 of geen bij Barcelona gaat komen. Dus het gewoon vooral plezier hebben in het voetbal en dan is het goed. Beetje lol hebben. Precies.